John van den Brom, goede week achter de rug na de 3-1 overwinning tegen FC Emmen. Zeker. Als je, dat is in de sport zo. Als je wint, dan, dan heb je een hele mooie uitgangspositie voor de komende week. En dat betekent niet dat je tevreden achterover kunt en moet gaan zitten. Maar het is wel lekker om, om dan vanuit een winsituatie, dat je die wedstrijd gewonnen hebt, om de puntjes op de i te kunnen, maar vooral ook te blijven zetten. En uiteindelijk ook weer alle verbeterpunten uit wedstrijden, uit trainingen halen om weer beter te worden. En dat gaat altijd wat makkelijker als je wint. Over die puntjes gesproken, wat zijn nou punten die je meeneemt naar de wedstrijd van zondag? Nou, dat we elke wedstrijd in staat zijn om best wel veel kansen te creëren. Je weet, we werken heel veel met data, met statistieken. Expected goals is een heel mooi gegeven in de voetballerij aan het worden op dit moment. En dan zie je dat we daar heel hoog in staan. Dat we ze nog niet allemaal maken, dat betekent ook dat we op de vijfde of zesde plaats staan. Als je alleen al kijkt naar het creëren van kansen, dan zit dat goed. Het voorkomen van kansen, CQ doelpunten, dat kan nog beter. En ja, daar ben je dan vooral mee bezig van hey, hoe kunnen wij nou als team in staat zijn om zo min mogelijk kansen weg te geven, maar wel ons aanvallende spel te blijven spelen. En dat zijn leuke discussies als staf, zeker omdat je de jongens erbij betrekt, je kijkt de beelden erbij. En uiteindelijk kom je weer tot iets om zondag weer voor de dag mee te komen. Eerst twee keer verloren, nu weer 3 punten binnen. Het moet misschien het begin zijn van een goede reeks wedstrijden. Ja, dat zeg ik. Dat is altijd een goede basis om die 2 wedstrijden die je verloren had achter je te laten. En je kan ook weer vooruit, naar boven kijken. Maar alles valt ook weer met het resultaat wat je zondag in Heerenveen gaat halen. Alleen nogmaals, wij als staf moeten ervoor zorgen dat we die gasten daar zo goed mogelijk in voorbereiden. En dat hebben we, in mijn inziens, hebben we dat prima gedaan. Wat kunnen we verwachten van SC Heerenveen? Nou, die hebben het ook moeilijk. Die hebben alleen de eerste wedstrijd gewonnen. Dus dat zijn gewoon gegevens die staan. Vorige week toch een tik gehad in Amsterdam bij Ajax. Wat ook kan gebeuren. En dan is het ook bij hun weer de vraag van hoe gaan ze zich weer herstellen van zo'n klap. Maar dat is voor hun, dat zoeken ze maar uit. Wij kijken naar onszelf en ook ik zie nog heel veel verbeterpunten. En uiteindelijk wordt het wel weer een wedstrijd, ook omdat Heerenveen wel een ploeg is die wil voetballen, zeker als ze thuis spelen. Dus het is geen ploeg die in en rond de 16 gaat spelen, gaat hangen en in de count bespeelt. Jullie hebben in ieder geval een wapen. Jullie scoren het vaakst uit een corner, 4 keer. Geen enkele andere Eredivisieploeg doet dat zo vaak als jullie. Is dat iets waar jullie op trainen tijdens een training? Ja, daar wordt altijd op getraind. Je kunt situaties als je partijspelen speelt, dat meenemen. Je kunt het daarna nog droog oefenen. Je kunt het oefenen met weerstand. Ja, natuurlijk. Het valt niet uit de lucht. Het is niet zo van dat we gaan zitten van wat zullen we gaan doen? Daar zit hoop werk in. Stefan is daar min of meer verantwoordelijk voor. Die probeert dat op een hele goede manier voor te bereiden, zodat hij de jongens kan aanreiken van hey, dit zijn wij, dit is de tegenstander, hoe kunnen we daar met een goede corner op wat voor manier dan ook doorheen spelen. Dus ja, dat is mooi als je daar zoveel tijd en energie en aandacht aan geeft, dat het ook zijn vruchten afwerpt. Dus dat is alleen maar positief. Guevara komt weer terug van een schorsing. Is verder iedereen fit om te beginnen? Ja, ik heb geen blessures en Guevara gaat gewoon spelen, dus dat is de linksback. Mark heeft het goed gedaan. En ik vind als je een keer geschorst bent, dan hoef je niet daar voor te bloeden dat je dan langer eruit moet. Hij heeft goed getraind en dat is ook belangrijk. Je kijkt altijd van hey, wat is de reactie van een speler die in dit geval 2 weken niet speelt om in de training. Nou, Leon staat er, dus hij weet wat hij moet doen. Dus ik ga ervan uit dat hij dat dan ook gaat doen tegen een lastige tegenstander. Okay. Ja.